herstelwerkzaamheden in het gebied Vledders en Leijer-Hooilanden zijn afgerond. Het gebied is zo ingericht dat zich unieke natuur kan ontwikkelen en het landschap is klimaatbestendiger gemaakt. Water wordt langer vastgehouden en het gebied geeft ruimte aan veel verschillende plant- en diersoorten. Er is meer dan 200 hectare afwisselend landschap hersteld. De komende jaren zal hier een pracht aan flora en fauna zich verder kunnen ontwikkelen. Het is een nat gebied waar dotterbloemen, vele bijzondere orchissen, maar ook de otter, kraanvogel en zilveren maan hun plek terugvinden. En waar we kostbaar water kunnen vasthouden en neerslagpieken kunnen bergen.